Dit instituut staat wereldwijd bekend door hun ontdekking van de haarstamceltechniek. Wat maakt deze techniek zo uniek? Hair Science Institute is een ontwikkelings- en onderzoeksinstituut. Wij ontwikkelen nieuwe behandelingsmethoden voor mensen met kaalheid. De laatste techniek die wij hebben ontwikkeld is haarstamceltransplantatie. Haar is dood materiaal. De omhulsel wat er omheen zit, het haarwortelzakje, daar zit het levend materiaal in. Daar zitten ook de stamcellen in. De stamcellen zijn verantwoordelijk voor haargroei. Wat we hebben ontdekt is dat je niet het hele haarwortelzakje nodig hebt om dus haargroei te ontwikkelen. Dus wat doen wij? We halen een klein stukje van het haarwortel weg, dat stoppen we in de vloeistof en zetten we elders weer terug. Datgene wat we achterlaten, dat groeit weer tot een nieuw haar. Datgene wat wij weer terugplaatsen, groeit ook weer tot een nieuw haar. Dus we maken eigenlijk van één haar twee haren, van twee haren vier haren, van drie haren zes haren. Dat is het unieke van deze techniek. Naast de normale vormen van de kaalheid behandelen we ook mensen met brandwonden en andere littekens. De meest indrukwekkende behandeling die we hebben uitgevoerd is voor mij bij een meisje van 18 jaar die verbrand is bij de Volendam-ramp in 2001. De doel van een haartransplantatie is het zo natuurlijk mogelijk maken van het resultaat. Dat betekent dat niemand moet zien dat het getransplanteerd is. Niet aan de voorzijde, niet aan de achterzijde. Dat bereiken wij door dus eigenlijk de grafts, dat zijn stukjes huidweefsel, terug te plaatsen in de juiste richting, de juiste dichtheid en uiteraard de juiste locatie. Wat het werk zo leuk maakt, is dat je door de behandeling mensen blij kan maken. En daarnaast kan ik onderzoek doen naar nieuwe behandelingsmethoden en nieuwe materialen.